Meneer Boegaert, de finish is in zicht. Tellen vordert de hele avond lang. Ja. Hoe kijkt u naar de uitslag van CD&V West-Vlaanderen? Wel, voorlopig zeer tevreden. Het objectief was 20% voor de Kamer West-Vlaanderen halen. Ik zit nu op 22, wat dus ruimschoots daarover is. Dus als ik dat kan vasthouden, dan ben ik een zeer tevreden persoon en heel fier op de lijst. Maar er zijn toch nog een aantal bureaus die moeten geteld worden, dus moeten we nog eventjes afwachten op de volledige uitslag. In de peilingen was de 20% halen moeilijk. Hoe hebben jullie dat die laatste week dan toch rechtgetrokken? Ja, we hebben toch nog heel veel huisbezoeken proberen te doen, rechtstreeks met de mensen te spreken en ook op markten heel veel mensen nog kunnen overtuigen. Ik denk dat het rechtstreeks contact toch wel het verschil kan maken. En we zijn dus heel blij met die 22% op de Kamer in West-Vlaanderen. Dat is het tweede beste resultaat van alle kamerlijsten voor CD&V. U was staatssecretaris voor ambtenarenzaken. Ja. Voilà, inderdaad. Hoe blikt u daar nu op terug, op die voorbije drie jaar, als ik me niet vergis? Ja, toch wel belangrijk hervormingswerk gedaan, bakens verzet en ook een afgewerkt programma kunnen doen. Dus mijn hervorming staat volledig in het Staatsblad, dus ik moet niet terugkeren om nog te kijken wat er nog moet gebeuren. Het is volledig afgewerkt in 30 projecten en daar ben ik wel fier op. Ik denk wel dat het iets is wat ik kan zeggen van kijk, het is gebeurd. Ook te goede van de ambtenaren, heel veel ambtenaren op de baan tegengekomen die blij zijn. Die zeggen voor de eerste keer in 15 jaar komt er mij nu iemand zeggen, ben goed bezig, dankzij dat nieuwe systeem. En ik vind dat toch wel een belangrijke verwezenlijking. Ja, het ziet er naar uit dat de vorming van een regering er niet zo simpel zal zijn. Hè? Ja, wat moet er nu gebeuren? Ja, we moeten nu elke stem tellen. Hè? Want ik zie op baan van Brussel naar hier, zie ik al verschillende coalities schuiven, mogelijke, niet mogelijk zijn. Dus op zijn Engels zegt men every vote counts. Dus we moeten elke stem tellen. Kijken hoeveel zetels dat vertegenwoordigt in het Vlaams parlement, in de Kamer. En dan op basis daarvan kijken wat is een verstandige, logische coalitie op basis van die uitslag. En laten we daar morgen vroeg aan beginnen met fris gemoed. We zijn blij dat de periode van debatteren dat nu afgelopen is en hoe we overeenkomen en kijken wat de beste coalitie is in het belang van elke burger. Maar u hebt er zin in? Ja, absoluut. Ik vind wel, ben eigenlijk wel opgetogen met het resultaat hier. Ik ben blij dat die 22 toch wel heel dicht benaderd wordt. En ik vind het ook wel een erkenning. Het is ook een hele generatiewissel geweest bij ons in de partij West-Vlaanderen. Ik ben blij dat we dat nu zo uitkomen.